Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Dames en heren, welkom bij Vanavond Live. Ik ben uw host, Xander de Rijken. Yes. Jullie zijn de eerste generatie publiek die de show eigenlijk al gezien heeft online. Denk ik, hoop ik. Maar jullie zijn aflevering 3, officieel. En het rare daaraan is een klein beetje... Mensen die thuis kijken weten dat niet, maar er zit een gat van een maand en een week tussen aflevering 2 en 3. Zij weten niet, ze zien gewoon aflevering 2 en 3. Er zit een week tussen, er is keiveel gebeurd daartussen. Dus de balans is een beetje raar. Hè? Er is keiveel gebeurd. Een van de grootste franchises aller tijden stopt. Iedereen weet waar ik het over heb. Het is fucking overal gewoon geweest. Het is het begin van het einde gewoon. Gertje is weg bij Samson en Gert. En het gaat nooit meer hetzelfde zijn. Hè? We hebben karakters leren kennen, karakters zijn gestorven. Ik hoop dat het like, een mooi einde krijgt, de Game of Thrones van Vlaanderen, Samson en Gert. Aan alle winters die gekomen zijn, welkom. Aan alle winters die gekomen zijn, ook welkom. Ik weet niet, ik ben zo wat voor... Het is een beetje dubbel. Iedereen vraagt, wat vinden van Gertje dat weggaat bij Samson en Gert? En ik weet niet hoe ik moet reageren erop. Enerzijds is er zo de nostalgie, want ik ben opgegroeid met Samson, dat denkt, oh nee! Aan de andere kant denk ik van, hey, kijk jij niet meer, hey, raar? Waarom? Waar zijn... Je bent nu Xander de Rijken, van houd het voor bekeken. Hij moet bang zijn wat hem nu gaat doen. Want als hem geen Samson meer doet, heeft hij tijd voor andere dingen. Ik hoop wel, het jammer is, we weten nu al, er komt geen tof einde aan Samson. Je weet dat hij gewoon like, nog een jaar gaat toeren en shows gaat doen. En het gaat ongemakkelijk zijn, want Gertje is 50 plus. En zijn borsten zijn groter dan de mijne nu. En met dat rood hemd in die jeansbroek. En dan is dat gewoon zo like een aardbei dat daar staat. En eerst buiten adem bij de Samson-rock. Samson-rock. Aan het leunen op de hond. Eigenlijk zou het toch ideaal zijn, moesten ze zo gelijk nog ene film maken, zo ene Samson-film, voor zo alle losse eindjes samen te knopen, of zo nog één seizoen, of zo nog één aflevering van een special, en alles geraakt opgelost, like Stef Bos keert terug en hij repareert de bel. En we zien Marlijneke voor de eerste keer, en mogen het bovenste verdiep een keer zien. Maar nu is het gewoon triest, hè? Nu eindigt dat en nu lijkt het alsof hij gewoon Samson achterlaat. Snap je wat ik bedoel? Dat hij gewoon zo, ik ben weg. Ja, maar wanneer kom je terug? Nee meer. Ik heb een andere mond nu, dus jij moet u... Ik weet het niet. Ik denk dat die liedjes gewoon heel triestig gaan worden. Dat gaat het zo wel worden. Zo, Gertje, mag ik bij je slapen? En niks. Leeg bed, Samson in een mand. Zijn er mensen die al naar Game of Thrones gekeken hebben, de nieuwe aflevering? Ja! We gaan dat volledig... De kwaadheid. De bel! Moest ik hier niet zitten, dan zat ik thuis. Allee, kijkt er niemand in real-time naar Telenet Prime? Ik vind dat grappig dat ze echt proberen te verkopen. Om 3 uur 's nachts kunnen live meezen. Ik ga niet op zondagavond om 3 uur 's nachts een uur en half kijken naar de Tetten en Drakenparade. Ik heb daar geen tijd voor. Ik ga niks spoilen. Als dit ook uitkomt, zijn we een week verder. Ik geef ook eerlijk toe, ik ben niet meer zo... Ik ben eigenlijk gestopt met kijken bij seizoen 2. Ik weet het, iedereen zo... Mijn nerdcred zakt een beetje, maar ik was er klaar mee. Ik heb mijn porno graag zonder draken tussen. Weet je, ik weet ook niet... Dat is een zombie daartussen, maar oh, luid, dat moet toch allemaal niet zo. Wel veel naakte. Het is wel belachelijk. Like, wat ik wel consequent vind, is... Maar iedereen praat altijd... Like, veel mensen beschrijven Game of Thrones altijd zoals borsten, draken en zombies. Maar er zit wel evenveel mannelijk naakt in als vrouwelijk naakt. Like, die venten moeten ook niet onderdoen. Dus, het eerste seizoen zat ik... Iedereen, hè. Iedereen gaat daar bloot in die reeks. Zelfs Hodor. Hodor doet zijn broek uit in die reeks. Dan ben ik gestopt met kijken. Hoefde ik niet te zien. Hey, Hodor, voor de mensen die de reeks niet goed kennen, is zo die grote kerel die alleen maar Hodor kan zeggen. En die komt ook, voor god weet welke reden, een bepaalde aflevering bloot uit de struik gestapt. En ze hebben die zo'n prosthetische penis gegeven van echt zo like 40 centimeter lang. Dat is toch een deal dat die een acteur gesloten heeft. Hey, die acteur, grave kerel, is een DJ, trotse homo-kerel. Je zo'n auditie gaat doen daarvoor. En zeggen ze, je bent perfect voor Hodor. En dat hij zegt, ja, dat klinkt wel goed. Ja, maar die heeft een belangrijke rol, die is overal bij. En wat zegt hem allemaal? Wel, hij zegt voornamelijk Hodor. En hij staat voornamelijk zo aan de zijkant. En hij draagt overal zo'n kreupel ventje met hem mee.
maar je zegt voornamelijk Hodor. En je weet dat die gast me gedacht heeft van... Oké, maar dan wil ik wel mijn piet laten zien. Ik wil minimum mijn piet laten zien dat ik daar toch niets aan heb. Wat is er nog actua? Ik moet ook over mezelf vertellen. Ik weet, het is een namelijk actua-monoloog doen, maar ik ben zelf actua geweest de afgelopen maand. Ik weet niet of je het misschien gezien hebt als je mij volgt op de social media webs en al, maar ik ben benoemd. Ik ben onlangs... uitgeroepen tot voorzitter van de Raad der Wijzen bij het FAF. Dank u wel. Dank u wel. Het werd dringend tijd. Het werd dringend tijd. Dat is natuurlijk Vertigo, het filmmagazine, had dat gezet op 1 april. Dus het is over duidelijke mopje. Het noemt de Raad der Wijzen. Dat klinkt als iets dat J.K. Rowling zo last minute via Twitter heeft toegevoegd aan het Harry Potter-universum. En Dumbledore is homo en heeft rare seksuele spanning met Grindelwald. En soms, als tovenaars moeten kakkeren, toveren ze het gewoon weg. En Xander de Rijk is voorzitter van de Raad der Wijzen. Iedereen had overduidelijk door dat het een grapje was. Want hij, behalve een drietal kranten, waaronder het laatste nieuws... De dag erna, 2 april, Xander de Rijk is officieel voorzitter geworden bij het FAF. En veel mensen verdedigden dat dan tegen mij. Van ja, Xander, geef toe, het klinkt wel half plausibel dat ze u zouden vragen daarvoor. En dat is lief, hè? Dat is heel sympathiek dat je dat denkt, omdat ik een show heb waar ik 2 uur semi-intelligent moppetjes aan elkaar krijg over tv, dat ze mij een job aan het FAF gaan geven waar ik dingen beslis. Maar dat is een heel slecht idee, hè? Je weet, ten eerste, dat budget is op na een maand... Want ik maak bevooroordeelde keuzes. Hè. Vanaf dat die telefoon namen, zo'n secretaresse. Meneer de Rijken, Jan Verheijen aan de lijn. Klik! Nee, gedaan, Jan. Gedaan. En dan eender welke zot die binnenkomt en mij... Ik heb een idee. Iemand bouwt een park in West-Vlaanderen met dinosaurus. Hier is al het budget van de wereld. Ga en maak! Een jaar later zitten we te kijken naar Peter van de Beginnen in die dinosaurus-pyjama. Ja, dat was het budget dat we hadden. Maar hij doet wel goed. Hij doet wel goed. Geloof het. Er zijn meer artikels geschreven over mijn valse benoeming bij het FAF dan over mijn echte talkshow. Dat is de ironie ervan. U bent bij Vanavond Live, dames en heren. We hebben een zeer goede show voor u. Wil je weten wie er komt vanavond? Ja! We hebben muziek, we hebben gebabbel, we hebben comedy. Mijn goede vriend William Boeva is hier vanavond. We hebben muziek, 2 absolute legendes in hun eigen branche, in hun eigen vak. Jan de Smet en Jean Blouten zijn hier vanavond, dames en heren. En we hebben 2 geweldige gasten, een van Vlaanderen's meest geliefde actrices. Maaike Kafmeijer is hier vanavond, dames en heren. En tenslotte nog een goede vriend van mij, professor Archimedes Lieve Schijer is hier vanavond, dames en heren. En natuurlijk de lijm dat Vanavond Live een geheel maakt, de Vanavond Live Band! Dames en heren, mijn eerste gasten van vanavond, die kent u waarschijnlijk van reeksen zoals Het Geslachte Pauw, Bevergem en natuurlijk Eigen Kweek. Maak een daverend applaus voor de geweldige Maaike Kafmeijer! Hallo. Hallo. Is het te diep voor u? Nee, het was, ik ben meegaan met het ritme van de jongens. Hè. Ik dacht, kom. Dit is de eerste gast die volledig meegaat met de band. Ja. De meeste klaar over mijn meubilair. Ze doen het ook goed. Ze steken mij aan. Het is waar. Je bent trouwens de eerste vrouwelijke gast in Vanavond Live. Dat is een grote eer voor mezelf. Ja. Wat? Ja, het kon niet zonder Maaike Kafmeijer zijn. Ik heb nu een hele specifieke fascinatie met u. Klinkt minder eng dan het bedoeld is. Oké. Omdat ik vorig jaar zag dat jij officieel je rijbewijs gehaald hebt. Ja, klopt. En ik ook in december. Alleen mijn voorlopig. Oh, in dezelfde december? Ja. Wauw. Dat is het belangrijke. Wow. Nee, maar ik vroeg, omdat jij woont in Gent, dus je bent niet met de auto gekomen? Nee, vanavond ben ik met de fiets. Maar je reed ervoor niet uit angst, ja, ervoor, dacht ik. Rijangst. En nu, rijd je nu zelfstandig naar locaties en plekken? Of heb je nog zoiets van,
breng mij maar. Ja, dat er een chauffeur bij mij slaapt of zo. Ja, nee, ik kan die niet betalen. Wat, bij u? Maar, een chauffeur bij u slaapt? Ah, maar ja. Dus, weet jij wanneer ik moet opstaan, s'morgens? Nee. Gemiddeld. Het zou eng, eng zijn dat ik dat weet. Ja, maar kijk, je mag het weten, hè. Maar dat is dat toch... Ja, dat is toch rond 5 uur, hè. Als ik film... Ja. Dus die man moet heel veel geduld hebben met mij. Dus ik ga hem dat niet aandoen. Maar... Mijn man wil dat al lang niet meer doen. Dus ik moet hetzelfde doen. Je kunt ook een vrouwelijke chauffeur doen. Je zegt, die man moet ja, dat niet doen. Maar ik heb wel zo... Er is een koppel lesbische vriendinnen uit de Kempen. Die rijden mij af en toe een keer rond. Dat klopt. En dan met zijn motto, hè. Ik ben ten eerste licht opgewonden. En ten tweede, is er iets uniek aan lesbische vrouwen te Kempen dat dat goede chauffeurs zijn? Oh ja, ik kan me daar van alles bij voorstellen. Heb je dat niet? Oh, je ziet wel bonkige... Ja. Ja, dat is... Rijden ze met een heftruck ook toevallig? Of zo? Met een bouwvakkershemd aan? Een bouwvakkershemd is juist. Die heftruck... Nee, dat was een ding. Een polo. Goed, hè? Zijn je over de auto of het hemd? Maar bezit je een auto? Dat is de vraag. Ja, ik bezit een auto. Automatiek. Maar ik heb leren rijden met Vitesse. Nee, want dat moet, hè. Ja. En ja... dat was goed. Dat was een specifieke, diepe ervaring. Want ik was echt bang. Het was een zeer raar getimed trouwens, daarachter. Ik heb een paar moeilijke momenten beleefd. Had je dat niet gehad, zo langs de autostrade? Zo de eerste keer op de autostrade moest gaan. Dat heb ik gedaan, ja. Dat zo kort is. Mijn eerste 8 uur was ik gewoon met mijn mond open schreeuwend. Aan 25 minuten. Ja, dat vond ik super eng. Dat die invoegstrook precies alleen aan drongen hier, dat zit te kort en het is een betonpaal. Oké. Dat was dan zo, oh nee, oh, nu toch nog niet. Ik wil zo graag bij u meerijden. Ik denk dat als ze hier is doosbenauwd zijn, dat je alles benoemt gewoon. Ja, het is beter geworden. Ik heb ook 2 kinderen die mee moeten met mij en die toch ook, allee, ja, we zitten toch een beetje. Ja. Zeg, maar wat we wel hebben. Zowel mijn man als ik, en die is eigenlijk erger dan ik ben, wij vloeken heel veel in de auto. Dus, hij is Nederlander, niet dat er eigenlijk toe doet, maar hij heeft heel specifiek... Nou ja, hij gaat altijd heel hard in andere mensen beledigen met je kutkop, chakrin, tijf, lol. Zo, hè. En de kinderen zitten dan van achteren. En nu is... Papa, het is al 43 euro. Dus per woord is het 1 euro nu. Ja, maar wacht een keer, hè. Nu... Echt? Hoe zijn uw kinderen er geslaagd de Gens te zijn als jij zo West-Vlaams en uw vent een Hollander? Ja, voor ons is dat ook een beetje een raadsel. Maar de juffrouw's op school zitten daar verveeld tussen. En dat is heel heftig. Dat Gens, dat is heftig, maat. Ja, het is meer zo'n gorgel dat er nog De notto start al vanzelf als het 2 van achteren zit. En ze maken ook geen werkwoorden af, heb ik al gemerkt. Lopen, werken, ja, dansen. Ja. En zo van die dingen van chimney. Ja, dan merk je dat het er niet scheelt. Chimney. Of boeien en al, die dingen ook. Dat is ook al zo... Ik heb ooit iemand zijn telefoon horen oppakken en Gent met... Lo! Hoe kort moet dat woord nog worden, eigenlijk? Lo. Tenzij dat dan een Fransman was, ja, dorst. Dat kan ook, dat hij dacht... Dorst, kalt. Water. Kalt. Maar ja. De reden waarom je zo'n schrik had gehad, een ongeluk had toen je jong was? Of? Nee, mijn ouders. Mijn vader was verblind door de zon. En hij had het rood licht niet gezien. Dus dacht dat het groen was. En ze zijn onder een betonmixer gereden. Dat is echt gebeurd. Dat was een tragisch... Ja. En die auto was plat. En mijn ouders zaten daar nog in. Maar die leefden nog. En die leefden nog, maar het eerste moment was dat eigenlijk niet duidelijk. Dus dat momentje dat ze zo zeggen van je zult beter eens gaan zitten, dat is echt heel heftig. Ja. En ik ben nog steeds de oudste van 3 kinderen. Mm-hmm. En tussen mijn broertje en ik zitten er maar liefst 17 jaar verschil met dezelfde vader en moeder. Mm-hmm. Die hadden nog een keer een moment. En
Dus ik voelde mij toen op dat moment... Mijn broertje was toen denk ik 3 jaar oud of zo. Verschrikkelijk verantwoordelijk. En ja, die lagen alle twee in intensive care. Dus ik dacht... ik zat denk ik in het eerste jaar van het conservatorium. Ik had eindelijk had ik gedurfd om ingangsexamen te doen. Mm-hmm. Hè? En ik dacht, oh my god, en nu is... Ja... En ja, ik zou moeten gaan werken en voor die twee zorgen. En dat heeft altijd een enorme impact bij mij gehad. En het feit dat het leven zo vlug kan over zijn en dat het verhankelijk is. En in één keer durfde ik niet meer in een auto. Ook omdat ik had een auto gezien en ik herinnerde mij daar niets meer van. Dat is zo'n raar moment. Mm. Ik weet niet meer hoe die auto eruit zag, terwijl ik zelf moest... Ja, ik ga niet dat, ja, zeggen van ja, wat, dat is de auto van mijn vader en mijn moeder. Maar ik weet dat gewoon niet meer. Dus ik heb dat keihard verdrongen. En meteen had ik ook zoiets, ja, maar mij ga, ik ga niet onder een betonmixer eindigen. Maar ja, natuurlijk echt een superdomme redenering. Maar als dat begint te draaien in je hoofd, je wordt er dus hun keihard zot van. Hè. Betonmixer. Oh. Sorry, ik vond het een mooie overgang. Maar ik dacht gewoon, omdat je wilt acteren, je komt ook van West-Vlaanderen naar Gent. Als je moet acteren, moet je naar veel locaties gaan. Ja. Je hebt dat geklaagd toch meerdere keren gehad van, en zou je geen rijbewijs halen? En zou je niet met een auto rijden? Het zou toch makkelijker zijn als je met een auto rijdt? Maar ik zeg het dan altijd, maar kan ik met een auto rijden? Dat is geen probleem. Je moet er gewoon zorgen voor je goede verzekering. En meestal was dat dan... Ze rijden maar op de openbaar weg, maar dat is afgesloten, hè? Met nadars. Hè? Ja. En zolang ik mijn tourke daar kon doen, dan wist dat er niet van de andere kant iemand afkwam, was dat eigenlijk geen probleem. Wat ook wel helpt, want je had schrik van grote auto's, hè? Van vrachtwagens, is dat je zelf met een grote auto rijdt. Dat helpt ook wel een beetje. Had hij zo... Ja. Ja? Wauw. Ja. Ja. Zeg... Ik rijd niet met een vrachtwagen, dat zou belachelijk zijn. Maar echt zo'n grote bak? Ja. Zo'n pimp? Nee, dat niet. Ik heb een Jeep gekocht omdat dat in Jurassic Park zit. Dus, ja, dat is... Maar is serieus, al je auto gekocht en moet je nog een examen afleggen? Ja. Wauw. Wow. Ja, het is zo, als het niet lukt, dan heb ik een tof buitenverblijf. Ik heb een hele dure cd-speler gekocht, eigenlijk. Ik vind het ook goed als ik zeg, Jeep van Jurassic Park, die lach geven alle vrouwen van... Dat is een beetje triestig. Maar dat helpt. En veel mensen, omdat het is een Jeep met een L op, dus ik ben het engste wat er op de baan rijdt momenteel. Zelfs vrachtwagens nemen afstand van mij. Dus... En wat kleur heeft hij? Dat is wel belangrijk voor een vrouw dan weer, hè? Zwart. Ah. Zwart. En dan niet een verschillende kleur? Ja, maar dat is echt... Dat is... Nee? No go? Ja, wit is belachelijk, want dan sta je hem gewoon heel de week te wassen, denk ik. En er waren zo van die bubblegum kleuren. Ja, dat heb ik ook gezien. Maar dan denk je dat ik een vrijgezellenfuif ben of zo die rondrijdt. Is dat niet? Ja, je kunt dat huren, zo'n ding. Maar zo roze met een ballen van achter, maar dat ziet er niet uit. Nee, maar ja, aandacht is altijd goed, ik, Sander. Toch? Ik wou informeel... We moeten ook niet alleen over auto's hebben. Ik wil het over acterenwerk hebben ook, natuurlijk. Mm-hmm. Voor veel mensen start het bij geslachte pauw. Is daar... Ah ja. Dat is voor u. Dat is absoluut voor u. Dat is water. Ja, allee, dat zeggen we, maar we weten beter wat erin zit. Het is water, het is water. Ja, zeg maar. Ik was zo wat aan het researchen bij u. Wat ik heel schattig vond op uw website, je komt uit een familie van acteurs wel. Uw vader is acteur, uw grootvader was acteur. Ja, allemaal van de liefhebbers, van zo landjuweel, toestanden. Heel begeesterd allemaal, klopt. Wat ik vooral zag, was zo regie van stoeten. Ja. Dus heel stoeterig. Wat is dat in godsnaam? En wel, mijn grootvader die regisseerde vroeger de heilige... Eigenlijk moet ik zeggen, de geilige bloedprocessie in Brugge. Dus overcompenseren van West-Vlaanderen. Ja, inderdaad. Om de zoveel jaar, om de 4 jaar zeker, gaat dat uit. Dat was... Ja, heel Brugge deed eraan mee, maar eigenlijk heel West-Vlaanderen deed eraan mee. En iedereen was dan zo met oranje fond de tuin geschminkt. En dan hadden ze 30 Jezusen... En 24 Pontius Pilatussen. Niet allemaal zo... Ja, want het was altijd de statie verder. Hé. Dat klinkt als een Trump-parade, wat u nu aan het beschrijven bent. 50 oranje mensen en heel veel Jezusen. Ja, het was effectief zo. Want had dan één vaste tribune en die stoet passeerde, verstaat je? Ja. Dus die stoet bewoog en dan Jezus valt voor de eerste keer. Dan heb je één Jezus nodig. Hé. En dan de tweede Jezus valt voor de tweede keer, verstaat je? Je zit al aan twee. En dan de derde Jezus, al de derde keer.
Kapsade. Hoe noemt dat festival? Het vallen van de Jezussen? Of zo, de... Ah, wel, dat heilig bloed, hè. Want dat is het bloed van Jezus, die dus in de bloedkapel... Maar er was maar één Jezus, hoeveel bloed heb je van doen? Maar volgens mij ligt er daar zo'n pul, hè, in die bloedkapel. Een pul? Ah, de heilige pul. Ja. Trouwens, dingen, Pieter Aspe heeft dat nog bewaakt, hè, die pul van dat bloed van Jezus. Het is maar een keer zeggen. Wat? Dat is... Het figuur Pieter Aspe of de acteur zelf heeft dat bewaakt? De acteur, de schrijver van misdaadromans, ja, heeft die pul met dat bloed van Jezus bewaakt in de bloedkapel in Brugge. Echt waar. Dat klinkt mij een afschuwelijke job. Ja, ik kost ondertussen boeken schrijven, hè. Het is echt waar. Ja, dat is inderdaad een job. Dan denk ik van, wie gaat er nu nog het bloed van Jezus komen stelen? We leven niet in een avonturenfilm van Michael Bay, dus ik kan even goed een boek... Is het nooit iets voor u geweest, het regie van een stoet? Zit in de Kafmeijer bloedlijn? Ja, niet echt zijn zot worden, jong. Dat is 100.000 man. Iedereen die vraagt, wanneer moet ik wat? Wat moet ik doen? Wanneer moet ik dat? Nee, dat zou niet gaan. Dat is hij zet Jezus nummer 46. Ja, ja. Hoe lang duurt het nog tegen dat ik aan de beurt ben? Zo die dingen allemaal niet. Maar wat dat wel leuk is dat... Ja, die begeestering van die mensen zijn ook allemaal zo blij en zo trots. Ik vind dat... Trots, dat zie ik graag. Bij mensen. Ja? Ik vind dat tof. Ook al trek het op niets, maar je zit er trots op. Dan denk ik... Dat is het motto van deze show. Dus, lastig. Ook al trek het op niks, we zijn er toch fier op. Ik zag ook op uw site dat het acteren zat al van jongs af in het bloed. Een heel, heel nobele tekst. Hè. Ja? Dingen naspeelden in de tuin. Zoals... Oh, maar ja, dat is gewoon chips. Mijn nicht en ik speelden chips en dingen. Na. Chips, de tv-reeks? Ja, van die twee flikken. Had een blond en had een zwart. Het was eigenlijk gewoon louter seksueel, denk ik. Kijk, ik ging eigenlijk vragen hoe in godsnaam speelde chips in de tuin. Wel, daarom dus. Hé. De een was blond en de ander was zwart. En ik vond die blond een enorme knappen. En mijn nicht vond die zwart een enorme knappen. En we werden denk ik lichtelijk opgewonden door op de onze motto door een hof te gaan. Dat was dan meestal een wasrek of weet ik veel. En dat, ja, dat ging met mijn tweede vraag zijn. Hoe speelde chips letterlijk na, maar op een wasrek? Een wasrek. Ja, dat was onze motto. Ik durf niet vragen hoe je Star Trek speelde dan. Nee, het was Buck Rogers. Buck Rogers? Ja. Holy crap, dat heb ik nooit gezien, denk ik. Nee, Buck Rogers? Kent er dat niemand? Ik ken de naam, maar ik kan er niet op... Battlestar Galactica? Ja. Je bent aan Gent komen wonen en daar zit je... Echt wel beginnen acteren en afgestudeerd ook. Ja. Had je iets specifiek voor ogen van acteerwerk dat je echt wou doen? Like, wou je naar theater, wou je specifiek naar film, wou je naar ja, tv? Ja, liefst theater eigenlijk. Ik was aan het school gegaan omdat ik dat zo graag doe, nog steeds. En het was eigenlijk, dacht ik, dat ik echt theateractrice zou geworden zijn. Ik had echt niet zo de dingen om op tv te komen of zo. En ik heb in het begin zowat hier in TNTG gespeeld en dan in Nederland. Ik had gedacht, oei, het zal in Nederland liggen. Ik ga moeten verhuizen naar Nederland. Op een bepaald moment was ik gevraagd, ik was toen nog jonger, ik was toen 6 of 27 jaar, voor de muzikale tournee van Turks Fruit. Ja. Ik vond dat, ik dacht, wat is dat? En dat was met Anthony Kamerink, die ook al... overleden is en dan gingen we samen die tour doen, maar uiteindelijk zag ik die muzikale Turks Fruit het klinkt op Tony zitten en heb ik gezegd, ja jongens, ik ga dat niet doen. Ik was namelijk een beetje bang om eenzaam te zijn. Beginnen acteren omdat je eenzaam was? Ja, omdat je dacht dat je eenzaam op tournee ging zijn? Op tournee, ja. Ik was dan samen in een busje met Anthony Kamerling. Ik kende Anthony Kamerling niet. Je wist ook niet wat Turks Fruit was, dus je dacht... Nee, van... dat was... ik heb het rap leren kennen. Je tand spotten gewoon direct uit je mond. Heb je dat al gegeten? Ik ben aan het nadenken wat dat is. Dat is niet normaal, hè. Dat is zo'n soort, gelatineblok. Ah, ja. Die gewoon... En zo nog gesuikerd is ook, ja, aan de buitenkant. Ja, echt in een zak suiker, eigenlijk. En dat steek je dan en dan... Maar dat is geen fruit, dat is een snoepje dan uiteindelijk. Dat is een soort snoepje, maar voor Turken is elk fruit
Een snoepje. Is een snoepje, denk ik. Hè? Ja. Dat is de vreemdste lichtracistische tegelspreuk dat ik ooit gezien heb. Voor alle Turken is fruit een soort snoepje. Maak ik af bij je. Ik ga even zeggen, mijn dochtertje, haar beste vriendinnetje, is Turks. En eigenlijk... dus ik mag eten, dat zeggen. Ja. Maar ik heb het al gezien. Ze eten heel veel van die hele zoete dingen. Ja, ja. Fruit is niet nummer 1 in de wishlist. Ja, Turks fruit. Ik denk ook niet dat je het aan je West-Vlaamse familie zo uitgelegd gekregen. Nee. Wat is dat voor iets, Turks fruit? Maar je hebt wel allemaal die film gezien, hè? Dat ah, wel, ja. Hè? Ah ja, zo ja. Hij ziet met een sneeuwbeeld. Kijk je dat de tatjes van Monique van de dingen? En daar ga je zo tussen zingen? Ja, dat gewoon niet, hè? Dat gaan we niet doen, hè? En was geslachte pauw was het eerste ding waarschijnlijk waar iedereen zei van holy crap of dat je erkend werd erdoor? Ja, maar ik was toen eigenlijk op dat moment met 3 verschillende dingen bezig. Het ene was op Catnet, daarmee Basta, Aspen in Brugge en slachte pauw. Dus het was allemaal een beetje veel tezamen. Het kwam ook allemaal samen, maar dat is eigenlijk vaak hetgeen wat wij doen. Het komt dan ineens allemaal samen en je weet eigenlijk niet meer wat dat eerste was. Ja. En ineens worden dan een keer herkend op straat en zo. De mensen zijn over het algemeen ook vriendelijk hier, hè? Ja, Gent is ook klein West-Vlaanderen aan het worden, dus inderdaad. Jullie pakken dat je volledig over gewoon. Zo is het, ja. Maar ik denk voor veel mensen, zeker de laatste paar jaar, is het zo wat Beveren en eigen kweek back-to-back. Zijn niet bang dat je zo wat getypecast wordt dan als dat, weet je, de West-Vlaamse vrouw? Tuurlijk. En daar zat ik wel echt mee in. Aan de andere kant, toen ik Beveren het scenario kreeg, dacht ik, maar jongens, dat is zo goed. Allee, ik zou moeten zot zijn om te zeggen, nee, ik ga niet meedoen. Maar aan de andere kant heb ik wel altijd getracht, ook zo in toneel, altijd andere dingen te doen. En gelukkig kon ik dan nu auditie gaan doen voor de 12, een serie dat er nu nog aankomt. En daar is er werkelijk niets voor te lachen aan. Maar niets. We gaan maken daar een perfect bruggetje. We zullen eerst een stukje laten zien van de 12. Want uw opkomend project voor dit jaar. Ja, In het millenniumproces wachten juryleden een zeer zware taak. Free Palmers wordt beschuldigd van 2 moorden. Haar beste vriendin Brechtje Vindevogel, 18 jaar geleden, en haar dochtertje Roos. Ik weet dat jij je dochter daar straks een keel hebt proberen over te snijden. Ik ga je pakken. En dan zorg ik ervoor dat jij voor jaren de pakking gaat. Gedaan. Ik heb in mijn scheiding, ik weet dat wel, tuurlijk wel. Maar de politie heeft nooit niet verder gekeken dan dat. Ze hebben alles gebruikt om mij vast te steken, alles. Ja, amai, het ziet er wel zeer goed uit. Heel graag. Alle maaikjes zitten erin van Vlaanderen, denk ik. Ja, inderdaad. Het ziet er wel een heftig... Kun je kort zeggen waar het over gaat? Ja, het gaat over minimum 12 mensen... Het gaat over een getal tussen 11 en 13. Ja. Het is een assiseproces. Maar het gaat eigenlijk vooral over de juryleden, de 12. En het gaat over in hoeverre worden beïnvloed door natuurlijk je gezinssituatie om een oordeel over iemand anders te vellen en in hoeverre neemt je dat proces ook mee naar huis en heeft dat een invloed op jouw leven. Ik speel daarin de beklaagde en ik ben daarin een moeder die misschien haar kind vermoord heeft en haar beste vriendin. Maar of dat ik dat nu gedaan heb of niet, dat is eigenlijk niet de belangrijkste vraag. Het gaat meer over... Ik vind van wel. Ik wil het weten. Ik ga niet blijven kijken voor 12 man in een kamer te zien zitten. Ik ga het niet zeggen, hè. Ik zou het heel grappig vinden als er ergens tussenin toch even zo... Maar hoe zeg? Ik heb mijn dochter vermoord. Eén keer. Nee, het mocht niet. Ik heb het gevraagd, maar het was no-go. Even zo'n komische noot in het assiseproces. Ja, nee. Het was echt... Nee, het was heel, heel heftig. Heel die rechtbank is nagebouwd in een studio. Hier, de rechtbank van Gent. En dat was ook de eerste keer dat ik... ik kon ook geen grapjes of iets ertussen doen. Dat was zo heftig. Die vrouw was ook zo verdrietig en zo intens alleen.
Ik zat daar ook altijd maar alleen in die beklaagde bank, 3 of 4 maanden aan een stuk. Ja, dat doet al iets met jou. Dat is heel raar. Maar was het lang geleden dat je zo'n serieuze rol gespeeld hebt? Moest het van ver komen? Of? Ja, het was wel lang geleden, zeker voor televisie, dat ik zoiets serieus heb gedaan. Op theater heb ik dat vroeger wel gedaan. Maar je neemt natuurlijk altijd mee wat je kent. Hè? Wat je eigen verdriet is of je eigen zeik, om het zo te zeggen. Pak het dan nou wel mee. Ja. Ik ging net vragen, komt huilen bij u natuurlijk? Heb je er veel die... Want een regisseur moet tegen roepen of ze moeten op ijs gaan zitten? Ja. Nee, hij heeft toch niet zoveel moeten roepen. Weet je wat het is, jong? Het was dus, om weer met begin te beginnen, te 4,5 moest ik opstaan, of te 5. Ik zou al huilen dan. Ja, maar voilà. Waarom zij niet? Voilà. Zo graag zag ik ze niet. En wanneer komt dit op tv? Het najaar. Ze weten nog niet, ze zeiden november, maar ja, goed, dat kan december ook zijn. Okay. Ja, sorry, ik weet het gewoon. Het is een van de twaalf reeksen met de naam. Misschien in de twaalfde maand. Ja. Want er is nog een reeks die de 12 heet, of 12. Ja? Heel veel dingen met 12. Ah, dat is een film, hè? 12 Angry Men. Is ooit... 12 Angry Men? Ah, ja? Oké. Het is weer niet origineel. Ik had het weer in de mot uit, was te denken. Ja. Nee, ik kijk er zeer hard naar uit. Ik ben heel benieuwd. Het ziet er zeer goed uit. Merci om te komen. Je bent de eerste vrouw, je hebt de kop eraf. De kop is eraf. Hoe goed is dat? Wauw. De 12 met Maaike Kafmeijer. Vanaf ergens naar het schijnt ongeveer ergens op het eind van het jaar. Geef nog een David applaus. Maaike Kafmeijer, dames en heren. Dames en heren, onze volgende gast is een van mijn goede vrienden en ik kom een stukje uit zijn laatste show Reset brengen. U kan hem volgen op zijn Twitch-kanaal, dat is namelijk twitch.tv/William Boeva. Mag ik een daverend applaus voor mijn goede vriend William Boeva? Hallo! Zie je niks om aan trouwens? Hey, ik ben op dieet geweest. Ja, bedankt. Het is goed. Na 3 seconden niet applaudisseren is het ongeloofwaardig. Ik ben afgevallen. 250 gram. De paradox van de pita heb ik gehad. Van de nacht pita gegeten, van de morgen het scheiterij. 250 gram afgevallen. Nee, het was echt nodig. Het was echt wel nodig. Ik bedoel, ik was echt te dik. Op een bepaald moment konden mij gewoon op mijn zij draaien en dan was ik groter. Dus... het was echt wel nodig. Maar sowieso, op dieet gaan, dat is kut, hè. Dat is verschrikkelijk. Zijn er mensen momenteel op dieet? Ja. Is het echt? En doe je iets speciaals? Of... Nooit meer dieet. Nooit meer dieet. Je had mij beloofd dat er geen lul in de zaal is. Je hebt mensen die dat zeggen, oh William, je moet dat zo, dat dieet doen. Dat je zoiets heel specifiek moet eten, heel een tijd. Dat weet ik niet, hè. Zo, heb je dat ooit gedaan? Een soepdieet? Ken je dat? Nee, je hebt dat ook gedaan? Dat werkt niet, hè. Ik zie het. Ja, maar dat zegt, dat werkt niet, soep. Dat werkt niet. Dan moet je gewoon elke dag soep eten. Dat werkt niet. Dat is ook niet gewone soep, hè. Dat is zo'n soep voor dikke mensen, hè. Dat werkt niet. Dat is zo'n soep waar je af en toe een balkje vlees in mag klaarmaken. Hoe noemt dat weer? Hoe noemt het? Fondue? Werkt niet, man. Ik heb een maat en die heeft altijd geniale ideeën. Die kwam naar mij toe en die zei tegen mij... William, weet je wat jij moet doen, man? Je moet gezonder gaan leven. Je moet je levensstijl omgooien. Je moet meer groenten eten. Maar dat is moeilijk, hè. Ik bedoel, op dieet gaan op zich, dat is al heel moeilijk, hè. Het moeilijkste vind ik daaraan is zo het toegeven, hè. Het erkennen. Op die weegschaal gaan staan. En die cijfers zien verschijnen. Of in mijn geval de cijfers niet meer zien. Ik stond ervan, ik denk dat ik met een piemel zie. Ik ruik hem alleszins. Maar zo ineens zo je levensstijl omgooien, dat is toch nog veel moeilijker, man. Zo ineens meer groente gaan eten, dat is moeilijk, hè. Voor mij zeker, dames en heren. Ik ben allergisch aan heel veel groenten, hè.
Dat is zo, hè. Je lacht ermee, maar ik ben bijvoorbeeld allergisch aan champignons. Hè. Aan paddenstoelen, ik ben er allergisch aan. Hè. Ja, maar dat, je moet er niet mee lachen, dat is echt, hè. Als ik dat eet, dan word ik keigroot. Ik heb een loodgieterspak aan, ik spring door buiten op schildpadden. Super hoor. En die maat van mij ook. Ja, William, weet je wat je doet, man? Stop gewoon met vlees eten. Dat is goed voor het milieu en voor de lijn. Dus ik dacht, ja! Maar wat moet ik dan eten? Ik bedoel, vis. Ik lust niks uit de zee. Dat is echt, ik lust niks uit de zee. Geen vis, geen mosselen, geen afval, geen Somalische piraten. Ik lust dat niet. Dus ja, waar kom je dan uit? Vleesvervangers. En wat is er nu populair? Quinoa, dat was in de jaren 90, man. Of die ook nog altijd Nokia 3310. Ja, ja. Jij gaat nog naar je buur, jongens. Moeten jullie een flippo hebben? Nee, ons bomma is daarin gestikt. En wat is er nu populair? Insecten, hè? Ik heb nog nooit insecten gegeten, nog nooit. Ik heb wel eens getwijfeld. Zo in de GB achter de hoek lag er zo'n insectenburger. En ik dacht, zou ik dat nu meenemen? En dan dacht ik, nee. Ik weet zelfs niet hoe je dat moet klaarmaken. Hoe moet je dat bakken? Op zo'n elektrisch raketje voor vliegen? Of, dat tegen die blauwe lamp houden. En ik heb dat tijdelijk laten liggen om de simpele reden, dames en heren. Er stond een slogan op. Echt waar, op die insectenburger stond een slogan. Weet je wat erop stond? En ik verzin dit niet, hè. Smaakt naar nootjes, maar dan met pootjes. En je denkt, zo kan ik ook een slogan verzinnen, hoor. Asperges lekker fris, morgen stinkt je pis. Van Xander de Rijken moet ik altijd zo zeiken. Nee. Ik heb schrik dat jij die dino naar mij gaat gooien. Maar goed. Alhoewel, dat gaat hem niet doen. Ah, man. Uiteindelijk dacht ik ook bij mezelf van... William, zo met je eten afvallen, dat gaat niet worden, man. Weet je wat jij moet doen, man? Sporten. Dat is gezond, hè? Sporten, dat is toch gezond, man? Maar ik weet ook wel dat niet alle sporten geschikt zijn voor mij. Ik heb één keer horden lopen geprobeerd. Wakker geworden met een hersenschudding. Dus ik had met een dokter een mailtje gestuurd. Ja, dokter, welke sporten kan ik allemaal beoefenen? En met een dokter had een lijst teruggestuurd. Echt een hele lijst. 5 à 4 bladzijden vol. Allemaal sporten, 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 sporten. Ja. Weet je wat nummer 1 stond? Minigolf. Nummer 2 was paardensport. Dus ik heb een mail teruggestuurd. Ik wil sporten, niet dat paard. Oh, sorry, maar dat is toch geen sport, man? Paardensport. Is er niemand die paardensport doet? Oké, dan ben ik wel opgelucht of zo. Ik vertelde een aantal weken geleden in Ieper, in West-Vlaanderen, was een vrouw razend kwaad, die direct zo... William, dat is wel sport. Ik zeg, hoezo? Ik bedoel, je zit op een paard. Dat paard doet alles. Tenzij dat een pony is, dan kun je meetrappen, maar... En die echt zo, jawel, William, je moet zien dat je niet valt. Ik zeg, ah, dat is de sport. Ik zeg, dan heb ik op café al heel veel sport gedaan. Die vrouw achteraf ook razend kwaad na de show naar mij toe. William! Ze heeft ook ineens een ander accent, maar dat doet er niet toe. Jij hebt zo weinig respect voor paarden. En dat wil ik wel even recht zetten. Voor jullie allemaal en ook zeker voor de meneer daar met de 5 ballen. Ik vind paarden wel echt fantastische dieren. Als ik een paard zie, dan denk ik altijd bij mezelf van... Wauw. Dat is fantastisch. Wat een mooi, prachtig, edel dier is dat. Frietjes erbij, pepershout. Lekker, lekker. Pas op, ik vind ponies ook top, hè. En ook lekker. Nee, maar weet, het verschil tussen paarden en ponies is... Als ik een pony zie... En die pony ziet mij... Een soort oogcontact, hè. Ja, maar nee, ik zie die pony echt denken van... Jij en ik, we zijn hetzelfde. Wij voelen mekaars pijn. Zo die korte armpjes. En die korte beentjes.
En dan die lul in dat koud, nat gras. Voilà, dames en heren. Mijn naam is Julian Boeva. Dank je wel. Julian Boeva, dames en heren. Dames en heren, mijn volgende gast is, laten we zeggen, de enige professor aan de KU van Wachtebeke. Hij is de drieband van Wachtebeke. Dus ze zijn hier allemaal. Broer, zus, man, vrouw, alles door elkaar. Ja, de kansenpas is weer gebruikt vanavond. Kutdag. Mag ik een Davidapplaus voor 1/4 van de neveneffecten, maar volledig een geweldige kerel. Lieve Scheire, dames en heren. Hallo. Gedag, meneer Van Rijkegem. Dag, meneer Scheire zelf. Alles goed? Ja, het zal het, dat is zeker. Dat, hè. U ziet er heel uitgerust uit voor een heel druk man, vind ik vandaag. Ja, ik doe alsof. Ja. Ik denk dat jij grijs geworden bent in de laatste 6 weken. Dat dus, zou eigenlijk wel kunnen, ja. Het is een cultuurschok voor de mensen die naar Willys en Mariette kijken op YouTube. En dan... Mijn eigen mortaliteit reflecteert in Scheire. Oh nee. 15 palkleuren geleden. Ja, inderdaad. Ik wou... ik weet als jij komt dat het risico is dat we in iets heel nerdy vervallen met Meetjeslandse accenten. Dat gebeurt al eens, ja. We gaan ons best doen om dat niet te doen, maar dat gaat sowieso gebeuren. Want mijn eerste vraag is... Het onderbelichte stukje Lieve Scheire klinkt ook iets te sexy dan bedoeld eigenlijk. Ik heb al de grap gehoord en fabels over gehoord, de hoogspring atletiek carrière van Lieve Scheire. Ja. Wil ik het even over hebben? Waar kwam dat te pas? Dat was, het was zeggen, 5 hemdmaten geleden, zoals ik nu merk aan de knopjes hier. Maar, ik heb nog nooit de knop zien schreeuwen, trouwens. Ik heb Maaike in een auto. Ja. Of ernaast. Dat gaat ook. Ik heb een zeer sportieve jeugd gehad, gek genoeg. Dat is lang geleden. Maar ik zat in een turnclub, in een badmintonclub. Ik ging volleybal over de middag op school en ik was een hoogspringer. En dat hoogspringen heb ik het langst gedaan. Omdat ik dacht, ja, dat is gewoon geweldig tof. Zo die Fosbury flop, zo die boog aanloop en dan zo ruggelings over die lat gaan. Dat is heel tof om te doen, ja. En heb je het eigen ding gedaan? Het was niet omdat je op die leeftijd zoal een wolk, een insect... En papa Scheire dacht van, ja, die houdt toch wel sport laten doen. Nee, ik was effectief sportief vanuit mijzelf. Nu, mijn pa heeft mij later opgebiecht dat hij op die leeftijd ook sportief was. En die is intussen toch ook een zekere embonpoint uitgezet. Dus ik weet niet wat er nog komt. Maar ja, ik was van nature wel sportief toen. Ja. Ja, dat zou er nu niet mee zeggen, maar dat is wel zo. En waar komt het fysica gedeelte dan naar boven? Had je dat al vroeg door van, ik vind deze... Hoe noem je het altijd? Uw mini-obsessies? Micro-obsessies? Ja, monofocussen, dat is het. Ja. Het is een woord dat jij uitgevonden hebt. Dus nee, ik heb het niet uitgevonden. Monofocus bestaat gewoon algemeen in de psychologie. Zo heel erg een soort tunnelvisie op één onderwerp waar je dan alles van wil weten, waar je constant mee bezig zit enzovoort. Ja. Omdat de combinatie van... Ik doe graag sport, maar oh, kijk, daar, een wolk. Is een hele rare combinatie. Meestal is het één van de twee. Ja. Dus fysica heeft uiteindelijk gewonnen, wetenschap heeft gewonnen van atletiek. Ja, maar dat is allemaal heel organisch. Ik bedoel, ik heb lang gesport en dan ben ik natuurkunde gaan studeren. En dan zat ik helemaal in die wetenschap. Maar ben ik tegelijk ook begonnen met comedy. En dan had ik zo twee dingen, zo die natuurkunde en die comedy, die totaal los van elkaar stonden toen. En dan mijn neveneffecten vol op die comedy gegaan. En daarna eigenlijk... wetenschap op podium en op tv beginnen doen. En daar zit ik nu nog altijd. En wat het volgende is, dat weet ik niet. Ik denk een Harley Davidson of zo. Lijkt me het meest zo geweldig. Ik vind dat hij zo later een programma heeft, maar wel met een leren jas aan. Ja, met zo'n nekflap. Een vergeelde t-shirt van Pink Floyd aan. En zo'n 4 kilo's dat je bewaken ook.
Hij mag bij meneer Scheire gaan als wij dat beslissen vanavond. Uw stand-up carrière, ik weet nog, want ik heb u nog leren kennen toen je nog apart af en toe stand-up deed. Ja. Want er hebben magische beelden, ik weet niet of ze nog op YouTube rond waren, maar er hebben magische beelden bestaan van een heel langharige Scheire. Ja, ik denk van Luc Dufermo zelfs. Ja. Ik denk dat hij die gefilmd heeft. Ja. Beverham Connections. Op een braderie in West-Vlaanderen heeft hij mij ooit gefilmd. Toen moesten we nog filmen met schoendozen, beste jongeren. Schoendozen met een soort lamp eruit. Ja. Camera obscura. Ja, inderdaad. Ja. En Luc heeft dat ooit gefilmd. En ik denk dat dat nog altijd op YouTube staat. Ik had toen inderdaad haar tot over halfweg mijn rug, eigenlijk. Ja, en toen speelde ik zo wat Beavis en Butthead-achtige, zo sadder en wiser, kassante, ja... Ja, boze puber stand-up was dat, hè? Ja. Ja, ik ken het. Het genre is u niet onbekend. Sommigen zijn het nog niet ontgroeid zelfs. Ik weet nog, ja, ik heb die beelden gezien online. Ik heb u dan bij het eerste seizoen van Comedy Casino. Ja. Heb jij nog een set gespeeld? En ik denk dat je daarna gestopt bent met algemeen stand-up en dat dan de neveneffecten in full effect gegaan zijn. Ja. Weet je nog uw stand-up materiaal? Toen? Ja, zo die sets van toen, weet je nog, jokes van... Ik weet dat die in een Comedy Casino kwam op een moment dat ik eigenlijk al heel lang geen stand-up meer gespeeld had, want we waren tv aan het doen met neveneffecten en ook podium aan het doen met neveneffecten en daar was geen tijd naast. En ik heb toen zo uit mijn oude sets wat materiaal gehaald dat niet te oudbollig voelde. En dat ging toen, om maar even te duiden hoe oud ik aan het worden ben, dat ging toen over Justine Henin en Kim Kleisters. Weet je nog? Over zo een tenniswedstrijd tussen die twee en dat. Ik weet nog dat materiaal van... dat is, ik ben van Wachtenbeke en iedereen blijft altijd staan voor dat bord. Ja. Ja, dat was inderdaad... Dus, je bent van Wachtenbeke en dus elk dorp heeft borden waar dat op staat stop, maar wij hebben effectief borden waar dat op staat Wachtenbeke. En meestal staan daar zo 5 Hollanders voor. En als je daar langskomt, dan vraagt aan zo'n Hollander, je tikt op die ruit en die ruit gaat open. Nou, meneer, goed dat u langskomt, want nou, ik zie het bord, maar er staat niet eens bij hoe lang je moet wachten. Dus ik vraag van ja, hoe lang staat er al? Nou, 20 minuten. Dus ik wijs naar dat bord van 50. Ik zei, nog een half uur en je zit er van alle kant uit. Ja, ik weet, ik was zo enthousiast om u te ontmoeten. We hebben elkaar ontmoet bij de laatste show. Ja. Heel lang geleden, toen ik de Comedy Casino Cup had gewonnen. En met uw oranje velouren broek aan. En, oh, die periode. Ja, het is goed dat je van de ene foute hype naar de andere gegaan bent. Want, zeg, ik kan dat daar afknippen, trekt op niks, hè, velouren broek aantrekken. En ik weet ook zo, neveneffecten, comedyhelden, lieve Scheirig. En dan al wat eruit kwam was, ja, maar weet je, technische zin in de fysica. En ik dacht, godverdomme. Ja. Dus echt, ik zat backstage, ieder redactielid, dat is de val bij lieve Scheirig. Als je echt het luik open doet, dan is... vast in een half uur een redactiemeisje in een hoek gedreven. Ik wou, zoveel informatie wou ik ook niet weten. Ja. Ik wou gewoon weten of ze een koffie echt warm moest zijn. En zei, maar ja, wat is warm? En dan... Als je niet beweegt, ziet hij je niet. Ik ben gaan kijken naar Live in Nordland, DNA. Ja. De Lieve Scheire theaterlezing. Die heb ook al langs in Gent gestaan aan de reacties te merken. Zeer fijne voorstelling. Dank u wel daarvoor. Long overdue. Ik heb u altijd achterna gezeten van, moet ik iets doen met die wetenschap? Ja, ja. Misschien met... Gilly zei dat ook altijd, hè, Lieve Gijzen. Die zei altijd van... Dat is eigenlijk de eerste. Lieve had vroeger de trucendoos. Hij had zijn zaliken in Harelbeke was. Ja, Staatsgeheim. Ja, Staatsgeheim, voilà. En die zei altijd, aangezien dat je op een podium kunt staan, waarom kom je een keer niet kwantummechanica uitleggen in Staatsgeheim? En... En één legendarische avond later. Nee, maar daar is dat zo wat begonnen. En dan denk ik, die laatste showrubriek was het eerste moment dat ik echt zo dat, ja, een beetje dat forum kreeg. En dat breed publiek had ook daarvoor. Dus daar is het zo wat aan het rollen gegaan. Ja, ik heb u zelfs nog gezien, omdat ik zo nieuwsgierig was. Nou, had zo al een ding voor bedrijven. Hè, zo een stukje voor bedrijfsfeest of whatever. En dat ik dacht, het is nu al grappig. Hè. Jij zei altijd van, ja, maar het is niet echt een comedy show. Ik zeg, maar dat is niet erg. Like, nu is dat... Een theaterlezing, maar het is wel veel funnier dan een theaterlezing. Oké, maar stel dat ik met die lezing op podium ga staan en zeg van hier komt een comedy show over wetenschap.
dat is het niet. Ja, ja. En als ik zeg van hier is nu een soort science entertainment show, waar dat ook wat mopperen in zitten, dan wel. Dus dat is zo'n beetje hoe gaan we het benoemen. Ja. Ja. Ja, het is natuurlijk een grote sprong. Het is een show over DNA. Je hoort dat, je denkt al meteen van, godzijdank. En zeker als je op tour gaat, op plekken waar ze het nog moeten beginnen uitleggen wat een micro precies is. Van, die meneer roept in dat bolletje en het komt uit die vierkante dozen. Dus dat, als je daar al voorbij moet. Maar ik was mee en ik vind mezelf nu niet de slimste mens ter wereld. En ik zag ook het gemiddelde publiek dat dan op een lezing afkomt. Maar heel de zaal is kapot gegaan ermee. Er zitten zoveel leuke dingen, ook veel wauw-momentjes vooral. Ja, maar dat is ook een beetje een drijfveer geweest om dat onderwerp te kiezen. Wat er gebeurt in de genetica is eigenlijk, vind ik, een beetje wereldschokkend soms. Dingen die nu gebeuren waar dat mensen geen besef van hebben, die, waarvan dat ik me altijd afvraag, waarom blijft dat nu juist onder de radar? Dus de eerste genetisch gemanipuleerde mens die in december geboren is, die heeft media-aandacht gekregen. Het feit dat je sinds september vorig jaar, dus sinds een maand of 6 geleden, het feit dat je kunt in Cyprus of in Amerika het geslacht en de oogkleur van je kind bestellen voor 16.000 euro, dat heb ik nergens gezien. Want op het moment dat je dat vertelt aan een publiek van trouwens, als je zegt van ik wil wel een kindje, maar alleen blauwe ogen, geen probleem, je vliegt naar Cyprus en voor 16.000 euro maken ze dat voor u, dan denken ze wel, waarom heeft dat niet in de krant gestaan? Dus er zit heel veel... Ja. Waarom mag dat in Cyprus? Het is in Noord-Cyprus, wat zo'n beetje betwist gebied is tussen Griekenland en Turkije, waardoor dat die voor heel veel Europese regels een beetje onder de radar vliegen. Dus die zeggen van wij zijn niet echt Griekenland en niet echt Turkije, dus verbied het maar een keer. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Voor mocht je interesse hebben, en welke kleur van ogen wilde precies voor het volgende? Donkerbruin. Okay. En heeft uw man bruine ogen? Nee, blauw. Dan heb je een beetje een probleem. Maar, of veel chance. Of de juiste minnaar. Dat kan ook. Ze heeft nu al Gentse kinderen besteld in Cyprus, dus dat is heel raar uitgedraaid eigenlijk. Kunt je ook kinderen maken zonder huig die een normale R uitspreken, af en toe? Dat zou wel handig zijn. Zonder huig? Wil iedereen West-Vlaams maken of zo? Ja. Gewoon... Zonder geug. Geug. Huig. Altijd wisselen. Geug. Is er een ding zelf in de voorstelling en denkt van dat vind ik wel het uniekste of het ding dat toch wel het strafst is? Nu op DNA-vlak? Het feit dat we technisch kunnen knippen en plakken in de mens, dat is nu een gegeven. Het feit dat er genetisch gemanipuleerde mensen nu geboren zijn, een paar maanden terug, en dat dat waarschijnlijk gaat blijven gebeuren, dat is sowieso. En ook heel de politietechniek met DNA. Hè. Dus het feit dat ze nu deze zomer hebben ze een stamboomwebsite gebruikt. Er zijn van die websites waarop de Amerikanen hun DNA zetten, gewoon om familieleden te zoeken om een hele stamboom te kunnen maken. En dus het feit dat deze zomer is de politie in Californië heeft diezelfde website gebruikt om familieleden te zoeken van een seriemoordenaar uit de jaren 80. Dus iemand die... De Golden State Killer. Golden State Killer, inderdaad. Ik weet het toevallig, want een van mijn favoriete comedians, Patton Oswalt, zijn vrouw heeft het recentste boek daarover geschreven. Ah, is het echt? Ja, okay, en zij heeft dat ook weer een beetje in gang getrokken. Ja. En die hebben ze gevonden na bijna 40 jaar. Dus ze hebben gewoon dat DNA dat nog in het archief zat op die familie-stamboom-website gezet. Ze zagen daar allerlei linken uitkomen van die is familie van die persoon en van die persoon en van die persoon. En dan met het bevolkingsregister gewoon gezien, dan moet dat een deze zijn. Zijn DNA uit zijn afval gehaald, dus echt 's nachts voor zijn deur, vuilbak meenemen in de combi, daar DNA van een serviet halen, uitlezen. En dan echt zien van, het is een ding. En die dan oppakken, 35 jaar na zijn laatste misdaad. En goed, in België en in Nederland is dat verboden om op die manier misdadigers te zoeken. Maar wat ze nu al doen in België en Nederland is vermiste personen, dus lichamen die gevonden worden in België en die nooit geïdentificeerd zijn van de voorbije 20, 30 jaar, zijn ze nu volop aan het identificeren. En dus er zijn nu, as we speak, zijn er families over heel de wereld die telefoon krijgen en die zeggen van kijk, de persoon uit uw familie die vermist is, we hebben die nu kunnen identificeren als het lichaam dat toen in België gevonden is in 93, in 98 enzovoort, enzovoort. Dat is nu volop bezig. Heb jij je DNA al zo afgestaan aan een van die websites? Zo die stamboom heritage? Ik heb een DNA-test gedaan bij 23andMe. Dus een van die commercieel verkrijgbare testjes.
En of dat een slim idee was, ik zeg altijd, vraag het mij over 20 jaar. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Mijn DNA zit geanonimiseerd op de server van 23andMe. Maar je weet natuurlijk, in 2019, een server dat is niet direct helemaal waterdicht te noemen. Ja. Dus als er iemand dat hackt, misschien vinden ze wel wat dat mijn DNA-informatie precies is. Wat ze daar dan mee gaan doen, dat is mij op dit moment ook nog niet helemaal duidelijk. DNA leakt op het internet. Ja. Scher, wat heb ik hier gezien vanochtend op mijn iPhone? Normaal, als je DNA lekt op het internet, moet je gewoon meer Kleenex gebruiken. Maar dus... Ja. Maar ze hebben niks getoond van, je bent van daar, je bent gerelateerd aan... Ja, dus wat komt eruit in een test? Daar komt bijvoorbeeld uit hoeveel procent Neandertaler dat je bent. Bij mij is dat 2,3%. Ja. Ik denk voornamelijk... Iemand zei, oh. Wel, aan de beharing te zien, mijn schouders en de binnenkant van mijn neus. Ik denk dat dat het Neandertalerstuk is. 2,3%. Ongeveer. Je krijgt ook heel veel... Maar ja, dat is het... Kunnen ze dat nu weten? Dus kon ze toch nog geen DNA van een Neandertaler gaan afhalen? Jawel. De Neandertalers die gevonden worden, daar kunnen ze DNA uithalen. Okay. Dus van alle oermensen en Neandertalers wordt er nu DNA gehaald. Ja? Wat er trouwens steeds meer op wijst, dat zo heel dat grafiekje van die een aap die altijd rechter begint te lopen en de mens wordt, ja. Dat klopt langs geen kant. Oei. Wij zijn niet lineair geëvolueerd van een primaat naar een mens. Ah, nee, het zijn echt gaten in. Nee, er zijn allerlei mensensoorten ontstaan. Denisova-mensen, Neandertalers, Homo sapiens, Afrikaanse mensen enzovoort. En die hebben onderling met elkaar gemengd. Ja. En dus bijvoorbeeld Europa is een mengeling van Homo sapiens, Denisova en Neandertaler. Het zuiden van Afrika is voornamelijk Homo sapiens sapiens enzovoort. Mm. Ben je er nog, Xander? Mm. Nee, ik zag dezelfde blik in Mike naar Roer als bij dat redactiemeisje toen. Zou hij DNA te controleren, Maaike? Om te zien van waar en hoe en van welke afstammeling, welke takken? Ja, ik ben daar nogal... Ik ben daar zot angstig voor, eigenlijk. Ja. Omdat ik denk, amai, ja, oké, natuurlijk wil ik wel weten van waar ik kom. Ze zijn allemaal dood, dus ze gaan er mij niet te veel meer over vertellen. Eén. En ten tweede, ja, naar de toekomst toe, wat gaan ze met mij doen? Je wilt toch niet... Nog een keer maak ik af meer over 30 jaar. Ah, bedoel, of dat ze gaan klonen. Ja, zo die ding. Ik zou dat niet tof vinden. Ja, maar... Ja, of dat mijn kinders plotseling weer... Of ja, mijn man met die jonge vrouw zeggen... Ja, dat zou misschien wel tof zijn voor hem. Denk ik nog niet. Wat denk ik nog niet? Een 19-jarige Maaike Kafmeijer gestelde. Ja. Ja, misschien wel. Maar op bol.com verkopen ze dat al. Hè? Dus, ja. Hou je graag niet gehoord, hè? Ik heb het wel gedaan. Ik heb zo ook een DNA-ding gedaan. Ah, de welke? Dat ik het niet meer weet. My was heritage? Gewoon een kerel met een bekerken onder een brug, eigenlijk. Dus, wat meneer, ik wou gewoon 5 frank, maar dit is echt... Dit is niet gepast, hoor, wat je hier doet. Zoek dat maar een keer uit, wat dat allemaal is. Maar goed, ja, proteïnen zijn proteïnen, dus dat is... Ja, het enige wat ik wel wist, dat ik 18% Neandertaler. Ik dacht het wel. Ik dacht het al. Ja, sowieso. Dat is zeker. Dat is zeker. De handen, hè. Iedereen dingen pellen en zo. Het 18%, ik denk Noord-Afrikaans, als in echt zwarte huidskleur. Echt dat. Like, dus er moet ergens een matroos of ergens... Ja, oké. Okay. Ja, ik ben van Meetjesland. Het is niet dat daar like, zoveel mensen met zwarte huidskleur rondlopen. Ja. Dus er moet ergens iets gebeurd zijn. Bij mij was het... Dus inderdaad, ze tonen ook uw afstammingen. Dus van waar in de wereld allemaal er DNA komt. En bij mij was dat heel erg West-Europees. Dus Duitsland, Engeland, Scandinavië enzovoort. En er stond bij 1000ste Native American. Oh. Stond daarop. Maar daaronder stond er tussen haakjes speculatief. Ja, dat is gemakkelijk. Dat, hè. Dan ben ik een 1000ste Iron Man, hè. Speculatief. Dat, ja. Maar dus
Het zou kunnen dat dat helemaal niet klopt. Maar ja, ergens wil ik toch zo dat van... Oh, stel je voor, ik ben een 1000ste Native American. Waarschijnlijk is dat gewoon genoeg om een Amerikaans paspoort te krijgen tegenwoordig. Dat scheelt niet veel. Ja. Als je dat vandaag de dag zou willen, natuurlijk. Of subsidies bij een zender waarschijnlijk ook. De scheider is half Indiaan. Trek dat maar binnen. Oh ja, dat ik eindelijk zo één klein diversity boxje toch een vinkje kan zetten. 1000ste Indiaans. De shows zijn bijna afgelopen. Je speelt er al een tijdje mee met de DNA-shows. Wat is de volgende stap? Wat is het volgende? We krijgen wel een tease naar de volgende voorstelling. Ik doe een herneming van de DNA-show. Dus op de Gentse feesten en na de zomer speel ik verder met een DNA-show. Ik zou, want het is dus voor het eerst dat ik echt zo een onderwerp kies en er echt mee ga toeren in Vlaanderen en Nederland. En ik vind dat eigenlijk fantastisch. Dat is veel, dat is veel minder stresserend dan TV, waar je altijd moet afwachten van mag ik iets maken, mag ik niets maken? Wanneer gaan ze mij bellen? Oh, ik mag over 6 weken een programma maken, of wat? Ah nee, dan toch niet. Dus nu heb je het zelf in handen, dus ik ben er echt wel content mee. Dus ik zou graag om de 2 jaar terug een belangrijk onderwerp nemen uit de wetenschap en er zo'n show mee maken. En het volgende zal hoogstwaarschijnlijk artificiële intelligentie zijn, want dat is toch een beetje de volgende invloed die ook, waar dat we echt persoonlijk mee te maken gaan krijgen. Waar dat ten eerste veel misverstanden over bestaan, maar waar dat ten tweede ook veel wauw-momentjes over zijn. Ja. Ja. Ja, dus je bent nu eigenlijk de Jurassic Park-voorstelling aan het doen, als een DNA en dingen maken, en volgens is de Terminator-voorstelling. Een... als je het zo wil branden... Popcultuurtermen, ik denk een popcultuurtermen. Oké. Dan moet ik al beginnen nadenken over die Star Wars... ruimtevaart, waarom niet? Waarom niet? Ja. Nu, één ding dat jij en ik gemeenschappelijk hebben, behalve waarschijnlijk DNA in het meetjesland, is zowel jij als ik zijn een grote fan van insecten. Jij ook, ja? Absoluut. Ah, oké, ja. Ik heb je zelfs een DVD-cadeau gedaan. Met ah, dat klopt, ja. In ja. The Undergrowth. Van, ja. En A Bug's Life van Pixar. Je wordt daar vrij blij mee. Dat is keisvoelend. Nee, maar ik ben geen grote fan van ze op mij, of rond mij, of in mij, of eender welke manier, insecten. Maar ik vind het heel interessant. Ik vind het heel interessant om te kijken. Het is heel fascinerend, heel rare. Het zijn, ik wil het niet monsters noemen, want het zijn geen monsters, maar het is fascinerend om naar te kijken. Ja, het zijn eigenlijk op een manier een beetje robots. De manier waarop dat die elkaar vermoorden en opfretten en parasiteren, dat is wonderlijk. Dat is echt Game of Thrones. En wat dan meestal mijn grootste reclameslogan voor insecten is het is een safaripark in uw hof. Er zitten letterlijk meer insectensoorten in uw hof dan dat er zoogdierensoorten in de Serengeti zitten. En dus als je een beetje begint bij te leren over hoe dat leeft, hoe dat zich gedraagt, dan zijn ze elke dag op safari, op triestige safari, maar toch op safari. Ja. Op triestige safari. Ja. Wel, als uitsmijter, ik echte Amerikaanse talkshows hebben altijd dieren te gast. Het probleem is, we krijgen hier geen kameel of een krokodil binnen in de minaar. Dus wat we gedaan hebben, een goede vriend van u, die ook wel vast opduikt in de Nerdland podcast, Peter Berks, is hier aanwezig. Die heeft een paar kleine dingen voor ons meegebracht. Dus maak een Davidapplaus voor entomoloog Peter Berks, dames en heren. Peter, welkom. Alexander. Jij zit entomoloog van job, hobby? Hobby nu. Tot vorig jaar was ik dat ook beroepsmatig. Maar, meester. Entomoloog, wat is dat? Dat zijn die mannen die entertoets ontwikkelen. Entomoloog. Entomoloog of insectoloog, dat is hetzelfde. Ah, dat is hetzelfde. Ja. Oké. Okay. Gaat u verder. Dank u wel. Dank u wel, juffrouw Kaafmeijer. Je hebt een paar dingen voor ons meegebracht. Ja. Moet ik bang zijn? Moeten we bang zijn algemeen? Nee. Ja, kijk, dat zeggen al die entomologen. Je moet er geen schrik van hebben. Maar dat zegt iedereen die een grote hond heeft, een bouvet die op mij afkomt, die zeggen ook altijd van, je moet geen bang hebben, hij bijt niet. Dus ik zeg dat nu ook. Je moet geen schrik hebben, ze bijten niet. Oké, er staan hier 2 Tupperware-dozen. Zullen we met het gemakkelijkste beginnen? Daar zit nu boterhammetjes niet in, Jan. Nee, daar zitten mijn boterhammetjes niet in. Ik zal wat plaats maken voor u. Kijk, van. Oké,
Wat? Ik ben benieuwd. Ik ben... Wacht, hè. Wat? Ja. Wat? Ah! Oh, jee. Oh. Amai, het is een ballerina. Holy crap. Wat is dat? Kijk, je haat mij zit nu al. Blijven, hè. Zijn dat die sissers? Ja, dat zijn de sissers. Ah, sissers? Dus wat zijn... Oh, ja, de sissers. Ah, die een blaast die naar mij. Sister. Ja. Wacht, we gaan het gemakkelijker doen. We gaan er maar... En hij gaat de zaal in, dames en heren. De eerste gast die zelfmoord pleegt al met de show. Of het is zo kritsch, hè? Ah, maar die is cis echt? Ja, die is wat een waanzin is dat? Ja. Dus dit is een Madagaskar sissende kakkerlak. En als je dan nijpt en je wilt dat hem dat doet... Je bent lekker een garagepoort aan het openen. Ja, met ja, voilà. Er zijn buiten drie auto's opengegaan. Wacht, hè. Ah, ja. Het is gelijk een coca dat Houten doet. Ja, de zeldzame Madagaskar coca-kakkerlak. Dit is meneer, normaal is het meneer meer dan mevrouw. Dit tuurlijk. Is mevrouw. Maar ja, goed. Ze werken het is altijd zo'n beetje, als je dat dan wil, dat ze dat dan ze doen, performen niet op cue, dan zitten ze. Willen ze niet. Ja. En vertel... Ja, trouwens... Vertel een keer wat... Peter, dit heeft veel te maken met de manier waarop we elkaar leren kennen hebben. Ja, namelijk, zeker de kakkerlakken in ieder geval. Ja, hè? Dus je krijgt... We hadden de reeks neveneffecten gemaakt. Nee, we kregen af en toe fanmail. En Peter dacht, ik ga originele fanmail sturen. Namelijk een tupperware doos met kakkerlakken daarin. En hij had een brief geschreven op eetbaar papier. Ja. Oh, nee. En die konden we bij die kakkerlakken steken dat hij die begon op te vreten. Ja. En mijn vrouw haat u nog altijd. Nee, dat is niet waar. Ik denk dat ze het mij ondertussen vergeeft. Ah, kijk, voilà. Oei, die doen dood. Nee, eigenlijk is het verdedigingsmechanisme is inderdaad het sissen. Hè? Dus als je ze vastpakt, dan blazen ze eigenlijk lucht aan hun tracheën uit, dus aan hun ademhalingsopeningen, om u te doen denken dat ze een slang zijn. Ah. Dat is eigenlijk een beetje... En de beesten sissen ook, dus de mannetjes sissen ook, om... Onderlinge competitie, dus om te bepalen wie dat de sterkste is en wie dat er de baas is. Dat doen wij ook in tech. Dat doen wij ook, ja. Wat is een functie in de natuur? Ik denk... Eerst uw vinger opsteken, Kaf Meijer. Ik ben al eigenlijk heel blij dat je niet vraagt wat is het nut, want dat vragen de meeste mensen mij. En eigenlijk mag je die vraag niet stellen, want nut is eigenlijk een menselijk concept. Hè. Wij vinden iets nuttig of niet. Hè. Ja. Maar hun functie, deze zijn eigenlijk opruimers van... Ja, voilà. Hij wou niet geschoven worden. Opruimers van doodplantaardig materiaal, dus fruit en dergelijke. Ja. En waarom komen ze dan hier niet voor? Het is hier te koud. Ah, ja. Oké. Dus als die nu ontsnappen, zijn die volgende winter dood? Ja. Oké. Ja, ja, ja. En als ze onder de... Ik denk dat je ze... hoger dan 22 of 23 graden moet houden om ze te doen kweken. Als, ze, als het onder de 22 is, dan leggen ze zelfs geen eieren. Ja. Ik heb dat ook. Dus, Misschien een goed argument tegen de klimaatopwarming. Hè? Dus als we blijven opwarmen... Dan krijgen we over kakkerlakken. Ja, ja, voilà. Ja. Maar deze mannen zijn niet zo... Nee. Deze mannen zijn redelijk onschuldig, Sander. Ja, ja, ik geloof je. Ik kijk graag naar mij. En kun je er ook thee van trekken? Ik zie die zo naar die tas lopen en ik heb zo een idee van oké, zo een katoenen draadje door de achterkant en dan flop. Kunnen we dat eens proberen. Hè? Ja. Maar die bijten niet. Dat is nee, al feit. Bijten er wordt niet gebeten. Nee. Maar die zijn populair als huisdier of om te houden, omdat ze gemakkelijk kweken. Ja. En omdat ze nooit... Daar krijg je nooit zo'n explosie van kakkerlakken van een populatie. Dat krijg je met deze niet. Ja. Die planten zich veel te langzaam voort om... Ik krijg er veel liefde van. Je kunt er een keer mee gaan wandelen in het park. Ja, ja, als je een tuigje aandoet, kun je... De sissende kakkerlak van Madagaskar, mijn god. Ik zou voorstellen, als je dan toch graag met eentje wilt gaan wandelen, dan zou ik... een ander beestje wel voorstellen. Moet die blijven zitten? Of ja, nee, het is een lange show. Hè, dus elke keer als Peter hem bukt, wordt iedereen nerveus. Dat is een beetje... Dat zegt gevoel de hele zaal. Dat is een beetje de Roger van Geluwe van de entomologie. Gaat ook voorzichtig zijn met mij. All right. Oh, echt, hè? Zo.
Dus dat eet baby's voornamelijk? Ja. Dit is een niet-standaard model wandelende tak. Ah ja. Dus het standaardmodel, iedereen kent dat, dat zijn van die smalle beesten, zo'n stokje met 6 pootjes. Ja. Dit is ook een wandelende tak, maar dit is de grootste, in ieder geval de zwaarste soort. En dit is een dame. Het is niet de langste, hè? Het is niet de langste, het langste is een halve meter. Je bent hier een mitoeken aan toe met dat beest, ik heb het al aan de... Maar eigenlijk zou ik... Ja, ja, voilà. Dan gaan we nu... We moeten ze een beetje kwaad krijgen, hè. Gaat die een dreighouding? Die moet een dreighouding hebben, ja. Dan doet hij alsof ze... Allee, kom nu. Bozer. Nee, ze gaat dat niet doen. Kwaadste beest aller tijden. Ja, normaal gaat ze eerst haar achterlijf opkrullen. Kijk, voilà. Nou, een beetje. En doen van... Kijk, mannen, ik ben een schorpioen. Ze zien mij, nu is ze kwaad. Ah, dus... Dus nu imiteert hij een schorpioen. Ja, ja, door de staart. En, dit ziet er prikkelig uit. Dit. Ja, maar ze is ook prikkelig. Dus het gevaar zit hem hierin, dat als je ze dan nog feller gaat pesten, dat ze met haar achterste poten gaat beginnen te slaan. En als je... Ja, dat ziet je nu... Ah, kijk. Ja, voilà. Daar zitten natuurlijk van die vreselijke doornen op. En die kunnen je vel helemaal opentrekken. Dus is het niet bepaald iets wat je... En het leuke aan... deze beesten is dat je... Ja, kijk. Ik ben al 3 minuten niet meer aan het ademen intussen. Jesus Christ. Het zijn ook alleen de entomologen die zeggen het leuke aan dit soort beesten is. Hè. Maar het leuke hieraan is, en dat is iets wat heel veel mensen niet weten, is dat insecten soms ook een karakter kunnen hebben. Ja, je weet, bij honden en katten, ja, je moet eens proberen. Hè. Dus je hebt individuele verschillen. Dus je hebt er die enorm licht geraakt zijn en je hebt er die heel, heel tam zijn. Die heel... Er is één nadeel, Xander. Niet omhoog trekken. Nu heb je ze niet omhoog trekken. Dat wou ik juist zeggen. Ze kunnen zich enorm goed vasthouden. Dus, Ze kunnen ook heel gemakkelijk als stropdasje fungeren. Ja. Dus... Ja. Hallo. Maar dapper. Ze bijt niet. Maar ze bijt niet. Ziet er nog wel best lief uit. Zeg, maar dat is toch wonderlijk dat die individuele verschillen hebben, terwijl dat die hun hersenstructuur zodanig... Ja. Dat vind ik ook. En dat was tot voor een aantal jaren helemaal niet geweten. Iedereen dacht van, ja, zoals je daar zei, van insecten zijn robots, dus daar zit geen verschil op. Maar dat is blijkbaar wel zo. En een kusje voor Xander? Ja. Ik heb geen geld met een iPhone, maar voor een selfie met dat beest. Er staan maar 9 camera's op, maar voor de rest... Heb jij een iPhone? Niet flirten met de tak, Xander. Ze is veel te oud. Daar heb ze beledigd. Ik heb nog nooit een tak teleurgesteld aan mij zien kijken. Ja, maar niet onderaan mij gaan hangen, dat is raar. Kijk, nu gaat hij in mijn mouw klimmen. Is dat een van jezelf, Peter? Nee. Die zijn gaan halen. Nee. Kijk. Nu. Ja, nu moet je ze niet kwaad maken. Ja, maar dat doe ik niet. Niemand gaat naar huis voordat die van mij is, hè. Ga je reinigen met een tak en mijn ondergoed, kijk, hè. Kijk. Dus... Ja. There. Ga naar de Apple Watch. Ken je dan een Apple Watch? Geweldig. En dat is niet hier te vinden, gelukkig? Nee. Dat is een Maleisische soort. Ah, okay. En neem je dat dan mee in je chacos? Ik heb dat gewoon op mijn schouder zitten. Hoe gaat dat dan? Moet dat dan moet je daar vergunning van alles? Pardon? Moet je daar vergunning van alles voor? Nee. Kun je ze niet als wapen gebruiken. Maar heel veel wandelende takkensoorten worden op dit moment al gekweekt. En, hier? Hier, ja. Dus er zijn mensen die zich... bij wijze van spreken, enkel en alleen specialiseren in het kweken van wandelende takken. Ik heb maar 3 soorten thuis, dus uiteindelijk valt dat nog mee, denk ik dan. De voorzitter van de wandelende takken, sympathisantenvereniging, zou ik kunnen zeggen. Het bestaat. Heeft er 120 soorten. Is dat Christine? Ja, Christine heeft zeer het. Zeer Mag ik daarbij zeggen, we hebben het hier over Christine Rabai, de zus van Jan Rabai. En Jan Rabai is een Belgisch ingenieur die woont in Silicon Valley, die in de jaren 80 de iPad uitgevonden heeft. Wow. Hey, een West-Vlaamse ingenieur, inderdaad. Ja, ja. Vanuit er geen haas in iPad zitten. Oké, en nu
Nu mag ze terug en naar... En nu terug het doosje nemen. Ja, ja, ja. Ze ziet er ook zo wel uit gelijk dat hij bij Kiss speelt, vind ik. Zo met die pen dan van achter zo... Hup. Insecten metal. In je kot. Tegen het einde van de show is die doos leeg en allemaal in paniek zijn. Dat is het ding, ik ga die nog voelen wandelen tot vannacht. Dus als er iets krabbelt... Het zit hier! Mijn nieuw lief is hier. Peter, dank je wel om langs te komen. Merci om deze schoonheden mee te brengen en mij schrik aan te jagen. Kunnen ze u volgen ergens? Is er een website? Is er iets dat je kunt aanprijzen als mensen geïnteresseerd zijn in insecten? Ik heb zelf een website, de www.entomobiel.be. Dus af en toe, als ik nog eens een beetje vrije tijd heb, dan ging ik in de scholen langs. Dan heb ik zo een heel aantal diertjes levend mee. Maar dan ga, je ook in de buurt van de school. Ja, hè? Dus ze mogen dan kiezen, ofwel mogen ze kiezen om dan, ja, ik zal zeggen, de reizende insecten zo te doen, ofwel op safari te gaan in de buurt rond de klas. Want jij bent één keer door mijn tuin gewandeld. Ja. Enfin, een wandeling van 2,5 uur. Het was een dag. Want dan hebben wij toch 30, 40 soorten gezien, ja, ja, met elke verhaal bij. En dat is mijn leven, Xander. Ja. Ja. En dat was alleen maar in uw auto waarschijnlijk. Dan, ja, 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 ja. Alles nu, dit zijn natuurlijk tropische dingen, maar het is zoals Lieven zegt, er zijn in uw tuin ook verschrikkelijk veel insectensoorten te vinden die minstens even interessant zijn als dit. Dus mensen kunnen nu boeken voor een privé-safari? De tuin? Dat kan. www.entomobiel.be. Ik ben eigenlijk al een klein beetje verkocht. Dames en heren, mag ik een David applaus voor de geweldige Lieve Scheer en Peter Berks. Zoals altijd sluiten we af met een streepje muziek. Vandaag worden we absoluut verwend. Twee geweldige artiesten brengen covers van onder andere Ivan Heylen, de werkmens, de man uit Oosteekloon, de man naar mijn hart. En de prachtige Monja met Mijn ouderhuis. Speciaal voor deze show doen ze deze nummers. Maak een daverd applaus voor de twee legendarische Jan de Smet en Jean Blaten. Half weg en donderdags zijn we zot. Vrijdags is de leste en dan drinken we ons allemaal zat. Hier zit een werkmeis. Hier zit een werkmeis. Als hij dat hier Lochting mag toch vuile boel. Patatten en tomaten op een roep. Hier zit een werkmeis. Oh, een werkmeis. Hier zit een werkmeis. Als hij dat heeft. En zaterdags gaan we uit en s'avonds naar de match. Zondags eten we frieten en dan ook nog soep. En dan tussendoor nog eens even uit de broek. Hier zit de werkmeis, de werkmeis. Hier zit de werkmeis. Als hij dat hier, maar de lochting mocht toch vuile goed. Patatten en tomaten op een roep. Hier zit een werkmeis, ja een werkmeis. Hier zit een werkmeis. Als hij dat hier.
leven goed. Want God heeft zo gemaakt. Maar ik heb toch al gepijst. Ik heb toch al gevloekt. Ik had toch geen wat meer tijd om te werken op mijn roep. Hier zit de wet mee. Ja, de wet mee. Hier zit de wet mee. Hij zit door!
We gaan deze avond besluiten met een ode aan de cinema. En waarom? Wel daarom. Deze avond gaat over verbinden, warmte, vrienden, insecten. Maar ik heb een enorme bewondering voor Xander. Hij weet dat, want hij heeft mij zelfs ooit gevraagd of ik homo was. Ik was hem zodanig aan het admireren dat hij dacht dat ik andere bedoelingen had. Dit was vanavond live. Hebt u genoten van de show? Ja. U was een zeer goed publiek. Dat lieg ik niet. Ik zeg dat niet iedere week. Maak nog één groot compleet applaus voor al mijn gasten vanavond. U zag Maaike Kafmeijer, u zag Lieve Scheire, u zag William Boeva, u zag Jan de Smet, u zag Jean Blauten en u zag de vanavond live band. Ik ben Xander de Rijke. Tot de volgende.